Het is de eerste keer dat ik weer ga werken vanuit mijn eigen huis. Juf, jouw huid is echt slap bij je benen. Thanks guys, zo lief. Maar ik krijg wel armbandjes. Leuk, leuk. Maar weet je wat het is? Nou? Ik ben niet helemaal wakker voor de schoolfoto's, maar ik heb wel mijn haar gedaan. En ik vind het nog wel heel lastig om de afval te scheiden, merk ik. Ik vind het wel heel lastig om boodschap te doen voor één persoon. Ik koop van alles, maar ik vind het wel moeilijk om het dan op te krijgen. En die vrieskist die ik dus had gekocht is echt een mega tip. Kijk nou, ze hadden in allerlei kleuren. Nou, die doet het niet. Hé, je bent er niet meer van mij, hè? Je bent niet van Robin en ik hier. Ja, het huis is echt zo groter. Wie weet deze knuffel nog? Reageer als je het weet. Prachtig. Maar goed, ik heb het gedaan. Hey. Oh. Laatste man in beeld. Limoen. Cooking show. Boezie die doet echt helemaal haar eigen ding. Ik zit alleen maar te denken, moet er wel of niet naar mij toe? Want aan de ene kant... En een hoed is heel belangrijk, want ik werd helemaal dizzy. En een beetje schor. En dan komt hier schuim uit en dan doe je zo. Dus we stonden gisteravond zo lekker met z'n tweeën dat te doen. Dat is toch geweldig? Hey jongens. Hey jongens, welkom bij. Hallo jongens, welkom. Hallo jongens. Hallo jongens, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb geen tijd om de vlog te openen. Ik kon van alles zeggen. Over dat het de eerste dag is dat ik vanuit mijn huisje naar mijn werk ga en zo. En hoe chill het is om gelijk vloers te wonen, maar ik ben echt veel te laat opgestaan. Ik ben nu heel erg aan het haasten. Ik moest strijken, eten maken, matcha's, haar krullen. Had ik achteraf niet moeten doen. Maar dat wilde ik. En ik moet nu even heel erg opschieten, dus bye! Oké, 8:10, let's go. Het is de eerste keer dat ik weer ga werken vanuit mijn eigen huis. Hoi. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben al nooit zo laat geweest. Mijn haar is veel te gekruld. Ik viel pas om 2:00 in slaap, dus ik heb 4,5 uur geslapen. Maar ik voel er nu nog niks van, maar het zal straks wel komen. Ik had echt een waanzinnig goede dag met de kinderen. Ze luisterden super goed, we hebben zo goed gewerkt. Het was gezellig. En ik ben niet moe. Ik zit heel te denken, hoe kan dat ik niet moe ben? Ik ben altijd, ook als ik gewoon heb geslapen, ben ik moe. Na een dag werken. Ik ben niet moe. Ik heb 4 uur geslapen. Echt super, echt toppie. Perfecto. Heel leuk was het. Ik had ook heel veel zin om er weer te zijn. En het is gewoon heel fijn, want voor de vakantie was ik er de laatste 3 dagen. Nu ben ik er 3 dagen. Dan hebben ze weer, zeg maar, vrij. En dan ben ik er weer 2 dagen. Dus dan wennen ze ook wat meer aan me. Dit was het programma voor vandaag. We werken er dus ook aan om... Oh, iemand heeft dit stiekem uitgeveegd. De doelen moeten ze kunnen herhalen. Dat vinden ze zo moeilijk. Het mag ook in eigen woorden. Maar ze vinden het echt moeilijk. Ik ga het bord nu meteen eventjes... voor morgen maken, want aan het eind heb ik er echt geen zin meer in. Hier hebben we kikkervisjes. Ze zijn echt groot geworden al. Hier nog meer kikkervisjes. We hebben maskers gemaakt, maar die zitten in een la. Die zijn nog niet af. Het was echt heel leuk, want het ging dus over mythen en goden. En over Medusa. En dat is best wel een eng verhaal, maar het werd dan niet eng gebracht. En een heel mooi verhaal over, heel mooi gesprek over wat is het verschil tussen opscheppen of gewoon trots op iets van jezelf zijn. En... daar hebben we echt super mooie gesprekken over gehad. En jezelf complimenteren. Waar ben jij nou goed in? In plaats van waar we heel erg hebben gewerkt, aan hebben gewerkt van over een ander, nu over jezelf. En dan mochten ze dus, ik had heel veel masker templates geprint van internet. Mochten ze er eentje kiezen. En dan moesten ze daar allemaal woorden over zichzelf schrijven. Mocht je ook input van anderen vragen waarop jij trots bent bij jezelf. En sommigen zeggen dan bijvoorbeeld dat ik van mijn ouders dit heb gekregen of zo. Dat is dan niet echt iets over jou, weet je wel. Dus dat was best wel interessant. En dan mochten ze het helemaal versieren en uiteindelijk uitknippen. En dan heb je een leuk masker vol met trotse dingen over jezelf. Dus dat is echt heel leuk. Hallo, hallo. De dag zit er weer op. Ik had voor het eerst een jurkje aan. Dit is dat nieuwe jurkje wat ik nog moest laten zien. En voor het eerst dus blote benen. En ook voor het eerst een keer andere schoenen dan die hoge buffalo schoenen. En kinderen zijn zo eerlijk. Echt, juf, wat heb je rode knieën. Juf, jouw huid is echt slap bij je benen. Thanks guys, zo lief. Maar ik kreeg wel armbandjes. En dit bord is eventjes geordend. Zo moet het er dus uitzien.
Dit is ook even iets netter gemaakt. Vandaag waren er schoolfoto's. Wij hebben morgen met de groep, maar ook kinderen die een broertje en zusje moesten halen en zo. Chaos. En toen was het, moesten we alweer naar de gym. En wat een andere gymtijd. Het was echt een drukke dag. Moederdag knutsels ook nog niet af. Maskers niet verder kunnen maken. Maar wel verder alle lesdingen helemaal goed kunnen doen. En om 4:30 hebben we dus met de hele school een bijeenkomst. Want volgende week komt dus de inspectie bij ons op school. Dus daar hebben we dan nog een bijeenkomst voor. En ook dat we met z'n allen de les gaan voorbereiden. Want we dezelfde les moeten geven. We geven eigenlijk altijd dezelfde lessen. Maar nog even goed met elkaar afstemmen en zo. En daar zijn we eigenlijk druk mee bezig. En ik ga vast even het bord maken. Want ik denk dat het best wel lang gaat duren vanmiddag. En dan heb ik mijn bord in ieder geval vanmorgen klaar. Morgen is lekker halve dag. Ik werk dus voor mijn moeder. Ze heeft een aantal BAPO-dagen waarvoor ik voor haar werk. Maar ik vind het wel chill. Want dan is het echt veel chiller om de klas te draaien als je dat vaker bent. Dus ik ga even mijn bord maken. Morgen 9:25 schoolfotograaf. Gaan we weer alles wissen. Vaarwel. Die voice mail horen luisteren. Ik belde mama dat ze geen tomaten meer hadden. En toen ging tomaten zoeken in de school. En toen was mama er ineens hoor. Vergiet. Dan zeg ik nee, je hoeft niet te komen. En dan neemt ze niet meer op. En dan weet ik dat ze eraan komt. En daar is ze. Goh, ze zijn nog steeds geen staart kwijt, hè? Maar ze zijn wel... die tomaten waren... Ik zie ineens, ik wou bijna gaan. En ik zie ineens dat die tomaten helemaal uitgehold zijn. Kijk, elk zaadje is weg. Dus nu heb ik van iemand een stukje komkommer kunnen regelen. Deze drijft. Die ja. Niet. Zie je, ze gaan meteen. Ik zei het toch? Ja, ze hebben honger. Ze hadden echt honger, dus goed dat we het hebben geregeld. Wat is dat? Dat is kroos uit de vijf. Maar wel, dat niemand is. Huh? Wat is dit voor haar poepje? Nee, slokje. Slokje. Dood visje? Nee, slokje. Huh? Je pakt ook alles zo. Pas op dat je niet die steen op. Zo. Morgen heb ik lekker een hele rustige dag qua lessen. Wel lekker. Ja, morgen zit lekker op woensdag. Heerlijk. Baby. Ik heb hem weer, hè? Zo mooi. Ik ook. Hij was ook super relaxed. Ja. Je bent zo'n mooie baby. Ja, heerlijk. Mooie baby. Moet weer even wennen, hè? Je ruikt nog net zo lekker. Zal je het zelf pakken? Je bent zo mooi. Bij ons komen nesten, maar ik heb al gezien waar je nest is. Was de partner weg? Ja, die is dood aangekomen. En die is opgehaald. Hoe komen ze dan aan een nieuwe? Want zoveel zwanen zijn er niet. Die zwaan was maandenlang alleen. Oh. Want op een gegeven moment was daar de dierenambulance. Dat is heel erg voor zwanen, ja. Hè? Ja. En die zwaan was constant alleen. Oh. En nu heeft hij een partner gevonden sinds een maandje. Maar is dat die zwaan die daar een nestje heeft? Dat heb ik ook gevlogd. Ja. Aan het begin. En ze gaan weer heel weesversluis door. Ah. Echt geweldig. En ze hebben lief. Vorig jaar was hij aangereden, die zwaan. Die is met die ambulance opgehaald en nooit meer teruggekomen. Was hij heel lang alleen, die ambulance. Zwanen zijn toch echt nummer 1 qua liefde voor altijd. Hij is gewoon een nieuw. En op een gegeven moment is hij zelf ook weg en heeft hij een nieuwe vrouw gevonden. Want die vrouw hoe dan? Op het nest. Want zo? Waar vind je nou weer en een nieuwe zwaan? Leidt hij dus en gaat, laat ze het zien. Kijk hoe mooi ze varen daar. Zoals wij met de sub gaan, zo gaan ze heel weesbesluis door. Je komt ook. Een sladefilmer. Kijk hoe lekker. Mmm. Tomaten, asperges, hazelnoten, wilde spinazie, avocado, shallot, uitjes, rode ui, karamelliseerd. Lekker! Ik heb hier echt zo geen zin in als ik heb gewerkt om te koken. Gezellig dat je er bent, man. Ja, vind ik ook. Het is wel lekker hoor. Het is lekker om na een werkdag helemaal in je eentje in elkaar te storten, maar gewoon lekker door nog even gezellig is ook wel leuk. Heerlijk. En mij nu filmen. Ja, ik ga je moederdag cadeau geven. Ik heb het dus nu niet leuk ingepakt, want ik zou het eigenlijk pas zondag geven. Wat een geld, man. Hé, staat het bedrag erop? Ja. Oh, dat wist ik niet. Wauw. Leuk, los. Maar weet je wat het is? Nou, in de musical Mamma Mia. Met het hele feestje erbij. Ja, het is dus eigenlijk volgens mij gewoon alsof je in Griekenland zit, zoals in die film. We hebben dan de beste plekken op de patio. Echt? Moet en dan je ertussen zitten? Wordt de musical dus gewoon in het midden gespeeld op de grond. Daaromheen zitten allemaal tafels. Grote tafels, je zit ook met anderen aan een tafel. Krijg je 4 gangen diner. Hé, wat gaaf. En dan heb je dus ook een tweede rang een terras. Derde rang is hoger. Rotterdam. Ja, we zitten helemaal dus op de allerbeste rang. En dan lopen de mensen dus letterlijk door je heen. Langs je, je doet mee met dansen. Je bedoelt de musicalsterren. Ja, dus je zit er gewoon in. Lach. In de musical. Met eten. Echt waanzinnig. Leuk. Ik vond het zo gaaf. Dat moet ik doen. Wat grappig is namelijk. Ik vind mama samen. Leuk hè?
Weet je wat leuk is, Lot? Toen wij dat gala hadden van Make-A-Wish. Ja? Ik zeg tegen papa, dat is decor van Mamma Mia. Echt? Dus echt, we zitten daar, maar schijnbaar speelde Mamma Mia op het moment in Lamar. Wist ik oh. niet. Dit is echt heerlijk. Van je ouders kunnen eten op een doordeweekse dag. En dan lekker in de avond naar huis fietsen. En in nog geen 5 minuten in je eigen heerlijke huisje zijn. Dat is wel even een besefmomentje hoor. Heerlijk. Lekker de hele avond in de zon gezeten. Gekletst. Good morning. Ik moet echt weer gaan. Ik ben lekker laat. Maar ik moest echt mijn haar goed doen. Want we hebben schoolfoto. Ik ben niet helemaal wakker voor de schoolfoto's. Maar ik heb wel mijn haar gedaan. En een blazer aan. Ja, het is ook leuk voor de kinderen als de juf er wel een beetje leuk verzorgd uitziet op de schoolfoto. Ik ben deze week echt elke dag laat. Ik weet niet wat ik heb. Ik denk aan het ritme wennen heel erg. Laat de dag maar beginnen. 3 dagen werken is wel echt heel chill. Wat ik al vorige keer zei voor de band met de kinderen. En de dag verloopt automatisch zoveel beter omdat ze gewoon meer aan je gewend zijn. Yeah. Dit was een hele fijne dag en we hadden dus net een... er zit een mug in mijn klas. We hadden net een lunch georganiseerd door de ouderraad, super lief. En ze hadden dus zelf allemaal heerlijk vers, gezond eten gemaakt, maar ik had niet gevlogd. Maar dat was echt heel erg lief. Een hele lieve tekst op een poster geschreven en zo. En nu hebben we dus voorbereiding voor de inspectiedag. Dus ik ga even snel mijn bord klaarmaken voor maandag. En dan met mijn duo-collega's van groep 3 gaan we alle lessen voorbereiden. Nou, het geluidje ook deze, luistert goed. Ik moet nog even wachten tot het een klein beetje meer ontdooit. Het vlees. Want je vreet gewoon bevroren weg alsof het een ijsje is. Je moet nog een klein beetje wachten, lieverd. Je moet nog een klein beetje wachten. Oh. Morgen, overmorgen ga ik het je geven en dan is het niet meer bevroren. Oh, wat ben je geduldig, schat. Zo lief. Wat ben je geduldig. Hey jongens. Gisteren naar mijn werk. Of nou, halverwege in de middag stortte ik helemaal in. Dacht ik, oh my god, we moesten door. We moesten die lessen voorbereiden. En toen ging ik naar huis. Toen dacht ik, ik fiets heel even langs mijn broertje, want mijn ouders zijn er ook. Maar ik voelde, dit gaat niet, dus ik ging best wel snel weer weg. En thuis werd ik helemaal dood en ben ik dus helemaal ziek geworden. Vannacht was ik zo ziek. Nu is het 2:30 en ik werd 11 uur wakker, de hele nacht. Moest mijn vlog ook nog online zetten gisteravond. Ik heb de hele avond gewerkt. In de ochtend moest ik er nog mee verder. Dus van 9 tot 2:30 heb ik net nog geslapen. Ik ben nog steeds helemaal verrot. Omdat ze gingen boren werd ik wakker. Mijn buren gaan aan boren. Oh my god, praten doet pijn. Maar ik moet heel veel werken vandaag. Dus ik heb een lotje afgelegd voor morgen. Want vandaag moet ik helemaal uit gaan zieken. Ik moet wel boodschappen doen. Verder ga ik niks doen. Ook niet sporten. Echt balen. Ik wil niet zielig doen, maar... Dit is gewoon wat ik krijg als ik te drukke dagen heb gehad met uiteindelijk te weinig slaap. En vandaag moest ik ook de content aanleveren voor dingen. Maar dan ga ik een berichtje sturen dat het morgen wordt. Heb ik dus morgen als werkdagje. Het voelt alsof ik, als ik veel ga slapen en rust, ik niet heel lang meer ziek ben. Dus dat is fijn. Dan hoop ik dat ik zaterdag gewoon beter ben voor de Masked Singer en voor mijn werk maandag. Het wordt niet echt een leuke vlog. Ik was vannacht zo verrot dat ik deze pot thee ging maken met een gember en dingen. Maar die ga ik nu even verder drinken. Die is nu koud, maar dat is wel goed. Kijk, het ziet er ook echt niet uit nu, maar echt zo'n ziek, onverzorgd huis. Maar ik ga lekker de Bachelor kijken. Alleen dat geboor is wel jammer. Mijn koelkast is echt leeg, maar ik had nog allemaal gembershotjes liggen. Die moeten allemaal vandaag op. Dus ik ga gewoon de hele dag gembershotjes drinken. Inmiddels is het al 2:50. Ik heb de Bachelor gekeken. En goede tijden, slechte tijden, echt heerlijk. Ik ben gewoon niet lekker, maar ik voel wel dat het niet door gaat zetten. Dus dat vind ik heel fijn. Dus ik ga even lekker mijn haar wassen. En denk ik dat ik gewoon heel even boodschap ga doen, even eruit. En dan weer lekker in elkaar gaan storten. En hopen dat het morgen beter is. Ja, meteen rust pakken is meestal de key. Ken je dat? Dat je dan denkt van, oké, ik ga mijn haar wassen. Ik voel me weer beter. En dan sta je in de badkamer en denk je, oh my god. En dan deze handeling... Ik kan het niet aan. Ik voel me nog eigenlijk niet zo lekker. Ik wil me altijd heel snel lekker voelen. Maar ik denk echt, oh my god. Ik heb echt geen energie om dit te doen. Om überhaupt te staan. Het is erg. Misschien moet ik dan ook maar niet boodschappen doen.
Oké, ik heb lekker mijn haar gewassen en gedoucht en ik voel me eigenlijk een stukje beter. Het is ook mooi weer, het is wel echt al 5:30, maar ik ga even lekker naar die Aldi bij Krijnest. Even eruit met de auto, boodschapjes doen, ben ik toch buiten geweest. Gezonde dingetjes halen. En dan weer lekker chillen, ja. Ik denk dat het wel goed komt met niet doorzetten van ziek zijn. Hoe leuk en handig is dit? Echt super licht. Leuke kleurtjes. Vet goedkoop. Slim bedacht dit. Daar ben ik weer. Ik ben nu wel echt meteen weer dood. Maar ik ben blij dat ik de deur uit ben geweest. Boodschapjes uitladen. Ik heb lekker allemaal gezonde dingen gekocht. En daarna plof ik weer op de bank. Dus nou, best een lekker leven zo. Niet lekker bent, vind ik het wel altijd chill om dan toch iets te doen, zodat je ook weer even lekker slaapt. En wel even bewogen hebt of zo. Ik vind het altijd wel prettiger. Ik heb mijn vuilnisbak even buiten gezet, want ik had hem, toen ik aan het werk was, steeds in de ochtend had ik geen tijd om hem te zeg maar naar het vuil te brengen, want het was steeds te laat. Dus ik had die zakken zaten echt bomvol. Dus ik heb ze vandaag pas weggegooid, dus op een gegeven moment gaat die vuilniszak echt zo ruiken, weet je wel. Dus nu kom ik ook thuis, denk ik, ah... Lekker, die prullenbak heeft even buiten gestaan. Het had niet gelekt of zo, maar toch. Die zakken zijn weg. Heb je weer lekker zo'n schoon geurtje in je huis. Die zakken die ik heb zijn gewoon van de Action. En ik vind het nog wel heel lastig om de afval te scheiden, merk ik. Veel mensen gaan natuurlijk voor één groente, bijvoorbeeld GFT en een plastic. Dat probeerde ik ook te doen, maar ik heb zo weinig groenteafval in mijn eentje. Echt heel weinig. Dat het eigenlijk zonde is. En denk ik, ja, moet ik dan... ik doe in ieder geval één restafval dan maar of zo. Eén restafval, één plastic. Plastic heb ik wel altijd veel. Zo. Ja, ik vind het dus... Ik merk dat dit me niet veel energie kost, omdat ik niet fit ben. Maar dat vind ik dus dan... Voel je je rug en alles. Maar dan vind ik het dus zo lekker voldaan gevoel. Dat je toch niet de hele dag op de bank hebt gelegen. En dan geniet je ook er weer meer van om straks op de bank te liggen. En ik had heel veel zin in watermeloenwijn. Terwijl ik ben niet... In mijn eentje drink ik eigenlijk nooit alcohol. En als je niet lekker voelt, is het ook niet echt handig om alcohol te gaan drinken. Maar ik heb er dus heel veel zin in. Maar meestal vraagt je lichaam dan om iets. Dus dan kan ik beter gewoon fruit eten of zo. Ijsblokken. Dat wilde ik al de hele tijd en ik vergat het steeds te kopen. Die Aldi tasje is altijd zo leuk. Ik had een tas mee, maar het was niet groot genoeg. En lekker een cantaloupe meloen, volgens mij. Dit is mijn fave eigenlijk. Ik vind het wel heel lastig om boodschappen te doen voor één persoon. Want ik koop van alles, maar ik vind het wel moeilijk om het dan op te krijgen. En ik vond dit nog een schattig kaartje. En deze. Lekker weer een zak bevroren mango. Voor bevroren fruit vind ik mango best wel chill. Het smaakt niet heel erg bevroren, vind ik. Zeg maar als het onderuit is, dat er zo'n smaakje aan zit. En die vrieskist die ik dus had gekocht is echt een mega tip. Ik ben er zo blij mee. Je gooit alles erin. En ja, misschien is het iets lastiger vinden dan... Als je laden zet, maar eigenlijk vind ik dat ook nogal meevallen. Het is geen gedoe met past het wel erin en zo. Ik gooi het er heerlijk in. Ik vind het echt fantastisch en dat was maar 200 euro. Echt een mega tip als je net als ik ook zoiets nodig hebt. En dan heb ik heel lekker, zat ineens rustiek walnotenbrood. Dat vind ik altijd wel handig voor als vrienden komen borrelen of bij soep. Dit eet ik eigenlijk nooit, maar het zag er te lekker uit met truffel, komkommer, mango, voor soep, zongedoogde tomaatjes. Ik had ineens zin in die aardbeien roomlolly. Dit vind ik altijd handig dat je het makkelijker kan snijden. Cacaonips, lijnzaad gebroken. Dit stinkt zo erg in je koelkast, maar ik vind het heel lekker. Voor soep, ik heb al voorraad in de vriezer, maar ik dacht het zijn nu zo goedkoop. 2 euro, dan maak ik wel weer soep. Selderij, puntpaprika. Weer een pot met nootjes ga ik aanvullen met pekannoten, gezouten cashewnoten en paranoten. IJsbergsla melange, courgette, augurkjes. Dit voor witlof met zalm. Tomaten, ricotta, weet nog niet wat ik ermee ga doen. Ei, pesto voor als ik ooit lui ben. Dit lijkt me zo lekker, maar ook dit drink ik nooit. Ik weet niet, maar ik moest het kopen. Deze dus, witlof, gember, knoflook. Helaas geen bollen. En deze moet ik echt gaan eten, die heb ik al een week in huis. Die heb ik vorige week gekocht. En nog steeds niet gegeten. En dit is heel erg afwas. Dit heb ik nooit. Dit is maar gisteren. Ik werd helemaal gek. Voelde me zo vol. Ik kon gewoon niet de vaatwasser uitruimen. Dus dat moet ik nu gaan doen. Ja. En dit erin. Ik ga dus niet wassen.
Ja. Die pekkenoten zijn echt niet lekker. Wow. Die laatste van de appiat waren echt heerlijk. Deze zijn helemaal taai. Ik heb ook nog bij de Aldi voor 4 euro zo'n drooghekje voor mijn balkon. Ik hoop dat het kan op mijn balkon met dat glas. En deze heb ik trouwens vet lief gekregen van een meisje in mijn klas. Hoe cute. Het ruikt ook echt heel lekker. Een parfumetje. En dan nog een aantal superleuke action aankopen die ik in 10 minuten heb gedaan. Hiermee kan je eigen kaars maken. Waanzinnig. Het kost 5 euro, best duur nog, maar kaarsen zijn ook duur. Ik ben heel benieuwd. En dit is echt een... Wat zit er in mijn glas? Oh, dit is een mega tip. Dit zouden net die Chemex glazen kunnen zijn. Ik moest ze meenemen. Kijk nou, ze hadden het in allerlei kleuren. Hier hadden ze nog maar eentje van, maar die vond ik ook wel echt heel leuk. En dit had ik nodig om... Ik ging laatst proberen die kaarsen te versieren met... gesmolten krijtjes, maar het werkte voor geen meter. Dus misschien werkt het hiermee wel. Deze kaarsen nog, vuilniszakken. Deze heeft een nieuwe verpakking. Die heb ik ook gekocht. Kwasten heb ik nodig voor die kaarsen, maar ook om wat dingetjes in mijn huis aan te stippen. Dit vond ik te leuk. Ik weet niet, voor een bonusochter of zo om te versieren. En heb je zo'n bewaardoosje. Deze supermooie watercolor verf. En kleine kaarsjes, die zijn handig voor mijn kaarsenhouder. Kaarsenwand, bord. Ik kan niet op woorden komen die in mijn gang, zeg maar. En dit kan je ook gebruiken als om de kaars in te doen. Maar ik denk niet dat ik dat ervoor ga gebruiken. Nog een simpel fotolijstje. Omdat dit een hele champagne kleur goud is. Ik moet echt stoppen met vloggen. En deze is hopelijk goed voor in die lamp in de gang. En deze past hopelijk in die lamp. Oké, die past gelukkig. Deze moet wel passen. Deze is super klein. Dat is een kaarsvorm. Dat wilde ik niet per se. Want hij steekt nu ook uit. Maar... Ze hadden even niks anders en ik wilde daar heel graag een lampje. En alles ziet er zo uit omdat ik aan de stofzuiger was bezig. Dus daarom staat alles een beetje slordig en zo. Oh, is deze stuk? Nou. Een lampje doet het niet. Dat vind ik dan niet zo fijn. Nou, dit past in ieder geval perfect. Trouwens, laatst nog bij de IKEA gekocht. Volgens mij heb ik die helemaal niet gefilmd. Maar ik wil dus eigenlijk hier zo van die haakjes hangen. Maar dat is er nog niet van gekomen. Ook nog voor dat vogelbakje. En ik heb mijn bosui hier in de aarde gezet. Niet dat het gaat werken, denk ik. Maar dan stinkt het in ieder geval niet binnen. Lekker soep maken. Ik vond het echt alweer een stukje beter. Hoewel nog steeds mijn vaatwas er maar verder... Bijna alles goed. Het is wel heel laat. Het is 9 uur. Mama stuurde net een berichtje. Ze zei vanmiddag, ik wilde bijna met Teddy langs je huis lopen, maar ik dacht, dat wil je niet. Toen zei ik, jawel, ik vind het heel leuk als je komt, maar zeg het even. Dan kan ik me er even mentaal op voorbereiden, weet je. Al is het een kwartier van tevoren. Dus nu zei ze, want mijn bordje is dus... Oh, hallo. Mooi shot. Mijn bordje is voor zijn werk gewoon heel veel prijs. Dus nu zei ze, ik ga met papa even Teddy uitlaten. En dan kunnen ze naar mij lopen, want ik woon natuurlijk heel dichtbij. Zullen we even langskomen om je schoenen te brengen en een knuffel te geven? Nou, leuk. Gezellig. En dit ziet er weer waanzinnig lekker uit. Dit ga ik gewoon echt 3 uur laten prutselen of zo. Negeer? Teddy negeert mij. Teddy. Hallo? Ik heb op jou gepast hoor. Nee. Hi. Hey, je bent er niet meer van mij, hè? Je bent niet gewoon binnen de meeting, ja. Het huis is echt zoveel groter dan met de bezichtiging. En ook groter dan op YouTube.
zijn niet door. Dat was de waterkoker. Ja, heel hoog. Waterkoker aangezet. Hey. Oh, maar dit zit wel lekker, hè? Zo, ik zal het wel gaan editen. Zo. Je wil even dit doen. Bedankt voor de opvulling van mijn vlog, want ik zit echt als een gek opvulling te zoeken. Ik ga maar boodschappen doen, ik ga maar opruimen. Kijk hoe chill. Ja. Zingen, dat is een leuke vlog. Zingen, ja, maar ik heb echt keelpijn. Oh, dat zingen, ja. Spannend. Ik ben zo benieuwd. Oh my god, dit is zo goor. De filter vervangen. Het zit vol met insecten en zo. Eeuw. Ik weet wel, mijn vaatwasser niet goed droogt. Eeuw, wat zijn dit allemaal voor pikjes? Allemaal chiazaden of zo. Dat heb ik nog niet gegeten sinds ik hier woon. Oh. Het is echt heel goor, dit filter. Maar dat is niet de reden dat het niet droog. Maar ik ben echt alles. Ik wil alles gewoon helemaal schoon hebben. Het is trouwens alweer 1 uur en ik heb weer heel lang geslapen. Mijn stem is alweer wat beter. Aha, kijk, onder de vaatwasser loopt het water dus niet weg. Maar ik zou echt niet weten hoe je dit kan oplossen. Dan moet ik echt even gaan googlen. Dit is misschien wel waarom het zo nat lijkt. Zie je, het is helemaal nat. En dat had ik nooit met mijn vaatwasser. Oké, er staat. Als er water op de bodem van een vaatwasser staat, kan het water worden afgevoerd door de afvoerslang te demonteren. Dit is meestal onder de gootsteen. Leg de slang eventueel plat op de grond op een vlakke ondergrond, zodat het water vanzelf wegloopt. Ja, maar dan blijf je dat toch doen. Dat is toch niet de oplossing? Dan gaat hij toch de keer daarna. Hé, hey, een filmpje. Oh jongens, het is al 2:30, wat erg. Vindt u de afvoerpomp? Door een stukje spons. Dit blijft zo nat. Mijn moeder zou echt gek worden. Ik ga lekker dit eten. Slapen redt echt mijn leven. Ik was echt vanochtend, dacht ik, oh my god. Ik ben echt 0% beter. Ik had weer de hele nacht super slecht. Oh, lekker. Heel slecht geslapen. En dan weer van 10 tot 12:30 geslapen. En nu voel ik me weer beter. Dit stukje is echt waarschijnlijk zo lekker. Eeuw, deze meloen is niet goed. Nee, ik vind het niet leuk. Oh, wat is ook dat schuim? Nee, hij is helemaal niet goed. Eeuw. Oh, dat vind ik ook zo irritant. Het is super zwaar in de vuilniszak. Het is helemaal melig en verrot maakt het. Nee, eeuw, het zijn er planten. Beschimmelde planten, nou leuk. Heel leuk. Super. Lekker die herrie ook op de achtergrond de hele tijd. Ik had expres niet te veel fruit gekocht. Deze is nog keihard. Nou, geen fruit. Kijk, ik heb mijn vaatwasser gekoppeld aan mijn app. Misschien helpt dat ook. Zo, dit maakt ontbijten met een eiwitshake wel leuker. Ik heb er dragon fruit doorgedaan. Die van Coro, die harde. Ziet er toch een stuk gezelliger uit. Aangezien ik nu elke dag al 1,5 week of zo ontbijt. Kijk hoe erg als je me omspoelt, die kleur. Prachtig. Ik ontbijt nu denk ik 1,5 week ermee. Nou, nu ontbijt, het is 2 uur. Wauw. Ja, het lijkt gewoon meteen lekkerder. Omdat het er zo waanzinnig uitziet. Het is wel echt de mooiste roze kleur die je kan hebben. En dan proef je het en denk je, oh ja. Het is ook gewoon met water, hè? Maar ja, ik vind het eigenlijk niet vies. Alleen dat roze voegt niks toe, hoor. Maar ik heb denk ik toch liever gewoon normale kleur, want dit is echt een mindfuck. Oké, okay, ik moet dus de voice-over inspreken voor het filmpje wat ik had gemaakt toen ik met Ro ging lunchen voor samenwerking. Ik vind het zo leuk. Ik was vroeger de stemacteur, zeg maar. Een bepaalde periode heb ik dat gedaan voor reclames. Niet heel vaak, hoor. Ik heb nu ook voor het eerst, ik heb dit nog nooit eerder gedaan met de samenwerking, echt een tekst geschreven. Ik lig helemaal te genieten. Ga ik naar binnen, vallen er 2 spinnen uit mijn haar. Oh my god, nu ben ik bang dat er meer op me zitten. Ik durf niet in de spiegel te kijken, ik word gek. Daar is er 1, de ander zit nu onder de kast. Ik
heb mezelf ook nog maar even getrakteerd op wat sushi, maar echt goede sushi. Oh, lekker zeg, in het zonnetje. Het is 7:30 en ik zit echt uit te stellen. Ik voel me zo slapjes, maar ik denk ja, het is zo dicht bij mijn huis. Ga gewoon even kijken hoe het gaat. Dus ik ga nu echt weg. Daar gaan we dan, jongens. I can do this. En zodra ik de voordeur open doe nu, oh. Frisse lucht, of je nou op je balkon zit, is toch anders dan dat je naar buiten gaat. Al sta ik in de deur open, ik weet niet hoe dat kan. Ja, en het is 7:30 boeiend. Het is super lekker weer. I can do this. Het is 9:10. Hoe kan het dat ik binnenkom dat de muziek al aanstaat? Want ik ben het vergeten uit te zetten. Hoi zon, die mijn huid weer heeft gepigmenteerd. Ik heb echt mijn 1,5 uur weg geweest of zo. Toen ik begon met booty dinges omhoog, dacht ik, oh my god, ik ga dood, ik kan niet. Ik ben echt, want de laatste tijd heb ik altijd energie met sporten, hè? De laatste maanden, weken. Altijd energie, altijd kracht. Echt waanzinnig, echt zo blij mee. Had ik in Zoetermeer, had ik heel leuk dat ik dan heel moe was ineens. Dat heb ik dus niet. Zou dus ook nog kunnen komen dat ik geen koffie drink, weet ik niet. Of je wordt sterker. Maar ik dacht, ik kan niet, ik moet weg. Toen dacht ik, nee, nog eventjes. Toen ging ik nog een paar chille beenoefeningen doen. En toen dacht ik, ik ga ook gewoon armen doen. Want ik ga maar 1 keer deze week. Vorige keer was eindelijk de 3 aangetikt. Heel veel mensen vinden mijn sportverhalen niet interessant. Maar het heeft niet alleen met sporten te maken. Het gaat ook natuurlijk over motivatie en ja, levenskracht en hoe ik deal met dingen. Ik denk na 1 kwartier, 20 minuten ging het. Ik begon wel heel erg te zweten, wat ik normaal echt niet heb bij krachttraining. Je ziet het ook. Net als in de nacht heb ik ook 2 nachten super erg gezweet. Ik heb ook lekker mijn bedden goed gewassen. Ik ga zo mijn bed weer opmaken. Heerlijk. Het is ook zo makkelijk om dit bed op te maken met zo'n dunne topper. Ideaal. Maar goed, toch, ik ga door. Ik heb echt vrijwel alles van benen, armen, rug, billen, alle oefeningen gedaan. Ik doe ook dus altijd die foam roller. En hij doet steeds minder pijn. Ik heb steeds minder rugpijn. Ik denk echt dat het komt door een combinatie van... Dit is een mooi liedje. Mijn rug sterker maken met sporten en rollen daarna. En ik heb 2 keer de trilplaat ook gedaan. Maar ook weer op gaan liggen met mijn rug. Squat. Dus alles losgemaakt. En ik voel me nu echt helemaal kapot, maar echt top. Dus dit vind ik zo'n mooi liedje. Nooit verloren. Oh, ik moet echt weer gaan zingen, want ik zing echt heel redelijk nu. Ik ben een sterker kwijt van mijn box. Anders was ik misschien alweer begonnen. Maar ik ga binnenkort echt wel weer zingen. Dit is van Kim Leon. Dit is van de film Achtergroepers huilen niet. Zo mooi. Prachtig. Maar goed, ik heb het gedaan. Ik ga lekker weer douchen. Ik ga mijn bed opmaken. En helemaal chillen. Het enige waar ik niet aan toe ben gekomen. Oh nee, ik moet die content afmaken. Ik moet hem inspreken nog. Want ik was niet tevreden. En ik moet dus wel nog lessen voorbereiden. Maar dat stel ik uit tot het allerlaatste moment. Dit lag nog in mijn auto. Dat had ik ook nog gisteren gekocht. Voor mijn gasten. Kleine woorden. Oh, ik hou ervan als mijn Spotify voor mij bepaalt welke liedjes ik leuk vind. Want ik vergeet altijd welke liedjes ik leuk vind. Ik vergeet het gewoon. Dan denk ik, oh ja, mooi liedje. Maar ik weet dus niet of je in een appartement de muziek zo hard mag zetten. Nog iets waar ik een beetje mee struggle. Nog niet echt gedaan tot nu toe eigenlijk. Maar volgens mij klaagt iedereen wel gewoon als hij iets te klagen heeft bij een appartement. Dus... Maar wij weten het niet van binnen. Ik moet eigenlijk echt ophouden met mijn camera van 2500 euro op een nageldoosje in de kast te zetten. En ik zie ook niet of jullie mij zien, want het schermpje is ingeklapt. Maar... I'm going to make my bed up. Dit liedje ken ik niet. Het is oprecht best wel leuk om te zien hoe iemand anders het dekbed erin doet. Dek is een dekbed. Of hoe noem je dat? Ik haat dit. Ben je hier zo slecht in? Oh, ik doe het verkeerd. Ja, hoe moet die truc ook alweer? Ik vergeet die truc altijd hoe dit moet. Oh ja, wel je handen erin, maar niet je deken. Ik vergeet het echt altijd. Meestal doe ik hem gewoon zeg maar zelf erin, maar de binnenste buiten is handiger. Wie zingt dit? Morgen gaan we dus naar de Masked Singer. Wow, ik voel me eigenlijk best wel weer goed, maar had ik gisteravond ook. En dan val ik dus niet in slaap. Morgen kan ik niet tot 1 uur slapen. Dan moet ik echt op tijd naar Sweet Lake City. Oké, zo. En dan zo. Hoppa, magic. Maar voor mij moeten de puntjes wel echt goed hoor.
anders word ik gek. Jet van der Steen. Oh, die volgde ik vroeger op YouTube. Wat leuk voor haar dat ze ook Spotify heeft. Het gaat over dat meisje die dus doodgaat aan leukemie. Zo'n mooie film. In groep 8, hè? En nu naar die kant toe kloppen. Wie weet deze knuffel nog? Reageer als je het weet. Maar laat weten in de comments als je deze knuffel nog kent. Deze is zo lief. Oh, het staat best schattig op mijn bed zo. Ik dacht, ik denk dat ik vannacht er beter ben en dan is het heerlijk. Maar dit is wel echt zo'n hele chille hoes waar je precies alle puntjes goed kan doen. En ik dacht, ik ga het nu doen. Niet pas als ik naar bed moet. Oké, nu moet ik mijn onderlaken er nog op doen. Maar deze zit in ieder geval goed. Oh, als ik eenmaal ga zitten, stort ik wel weer in. Dus ik ga niet zitten. En het is iets minder gekreukeld dan de vorige keer. Het handige is, hoe het meer was, hadden we een 2x2 bed. Dus je hoeft er nooit te kijken welke kant waar moest. Maar hier, denk zo. Is natuurlijk 180x2, dus dan moet je wel kijken. Maar dit is zo makkelijk om op te maken, zo'n dun ding. Geweldig. En het bed ligt echt met de dag lekkerder ook. Ik was dus bang, want de vorige topper die ik ooit heb gehad, heb ik toen helemaal laten vervangen. Voor een matras, omdat ik het gewoon echt verschrikkelijk vond liggen. Maar dit is dus een hybrid topper. Ze hebben dus ook maar één soort topper bij Bruno. En het ligt zo goed. Ik vond het nog wel spannend of ik het echt lekker vond, omdat het te zacht was. Maar het is echt... perfect. Ik heb nooit rugpijn, sowieso. En ik heb een hele moeilijke rug. Dus ja, als een bedrijf maar één matras heeft, is dat best wel spannend. Maar hybrid is gewoon echt voor elk rugtype. Dus ik ben hier zo blij mee. Ik heb dit bed dus gekregen, voor als je het nu weet. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat voor bed jullie hebben. En of je daar tevreden mee bent. En of er iemand is die ook een Bruno bed heeft. Want ik kende dit merk dus helemaal niet. En het trok me dus aan omdat het zo clean is. Hij is eigenlijk een heel klein assortiment hebben. En dan vind ik altijd... Net als bij een restaurant is vaak de kaart klein. Dan is het gewoon goed wat ze hebben. En dat is dus ook echt zo. Oh, ik ben al 12 minuten aan het filmen. Ik ben helemaal kapot. Ik ga lekker slapen. Ik ga sowieso lekker slapen vanavond. Maar ik heb de content van mijn bed natuurlijk al gedeeld. Dus wat ik nu zeg, hoef ik helemaal niet te zeggen. Zo, mijn sleeping room is weer ready. Ja, dit is mijn bed dus. Ik ben er gewoon echt heel blij mee. Het is gewoon top. Ik heb letterlijk niks aan te merken. Dus dat is gewoon echt, los van de samenwerking, gewoon even een tip die ik wil delen. Nu ga ik douchen, want ik ben helemaal bezweet en lekker even chillen. Nou, lekker chillen. Oh my god, het is al 9:30. Het is echt de mooiste tonijn die ik ooit heb gezien. Echt prachtig. Helemaal niet glimmend of bruin. Maar ja, hij ruikt niet lekker, dus ik ga hem in de magnetron doen. Dan wordt hij zo heel zachtjes gaar. Zo, ik doe dat ook wel eens met zalm dan. Als je hem heel kort in de magnetron doet, dan wordt het best wel lekker. Wow, ik wist niet dat ik dit kon filmen. Ja, ik moet hem niet te lang, maar ik zie nog niet alles is gaar. Stop. Echt trouwens af en toe reacties over dat mijn vlogs leuker zijn nu. Niet alleen door het verhuizen, maar ook dat ik nu gewoon alleen ben. Maar dat snap ik wel. Dat het vrijer is, want en ja, ik hoef geen rekening te houden met H, die het eigenlijk niet leuk vindt op internet. Bonusdochter die er niet op mag. Persoonlijke eigendommen, soms staat haar naam op iets, foto's mag er niet op. Toch pak je dan minder snel de camera erbij. En wat ook het verschil is, is dat ik hier een appartement heb. Dus ik nam nooit mijn camera mee naar boven. Dat heeft niks met de situatie met wie ik woonde te maken. Dat ligt aan het huis. En hier is het zo makkelijk om je camera overal bij te pakken. Dus ik snap dat de content dan leuker is. Het is zonde, de luxe is er al. Maar ja, weet ik in ieder geval zeker dat ik er geen buikpijn van krijg. Nou ja, ik wil het in ieder geval niet weggooien. Oh, een haar. Eeuw, een zwarte. Oh mijn god. Oh my god, dit is niet mijn haar. Oh, een pikzwarte haar. Eeuw, nu ga ik dit hapje uitspugen. Ja, dit vind ik dus wel echt een beetje goor. Kan daar weer een haar in de sashimi zitten. De content is echt hoogwaardig. Als een schaduw volg je mij. Ik zit helemaal lekker te viben, jongens. Lekker gedoucht. Lekker heerlijke skincare gedaan. Lekker muziek aan luisteren.
Ik had dit echt even nodig. Oh, ik hou van dit nummer. Ja, jammer van Marco en al het gedoe. Want ik hou van dit lied. Maar zo. Waar zijn we dan? Woehoe, ik weet het echt niet of ik ooit in Ahoy ben geweest. Misschien heel lang geleden. Ik ben hier wel geweest toen nog met K3. Maar ik was het eventjes vergeten. Hey. Meneer panelid, vandaag jullie super speurneus. Oh, van twee seizoenen geleden wisten we nog dat ze een hele fancy flamingo in huis hebben. Ja. Mag ik een ovationeel applaus voor Monica Fleutsen? Miss Monica. Hallo. Fantastisch om je te zien. Dus ik ga bij haar zitten, want dan krijg ik ook brood. Hey Daan. Gerda gaat hey. Zo, even lekker in de zon gezeten. En nu weer lekker naar huis. Dat was echt super leuk. De Masked Singer was echt fantastisch. We hebben heel erg genoten. En toen wilden we dus nog even naar de markt in Rotterdam. Maar de file was zo bizar door iedereen uit Ahoy. En toen zagen we ineens in Haas familie app dat zijn familie, een deel van zijn familie, echt op 5 minuten van ons vandaan gezellig aan het... borrelen waren in Rotterdam. Dus toen zijn we daar naartoe geweest. En nu weer in Zoetermeer. En mijn auto opgepikt. En toen zei ik, ga jullie lekker naar huis. Ga ik even lekker boodschapjes doen. Ga ik even een hele lekkere maaltijdsalade maken. Had ik helemaal zin in. Lekker gezond. Ik ben nu in Rokkeveen. 2 minuten van de parkeerplaats. Dat is de supermarkt. Dus ik dacht, nou, gaan jullie lekker naar huis.
Dat is voor mijn bonusdochter wel fijn. Lekker thuis chillen. En dan ga ik lekker boodschapjes doen. Maar ik moet er even voor zorgen dat ik er niet te lang over doe. Want ik ben altijd zo slow. Ik wil even lekker een goede parkeerplek. Ja, 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 ja. A good parking place. Zo, het is echt heet in mijn auto die de hele dag in de zon heeft gestaan. Lekker wil ik even met sugar snaps en mango en misschien garnalen. En ik ga helemaal... Ik doe nog geen recept en dan ga ik gewoon op gevoel kijken wat lekker is. En ik had me trouwens omgekleed. Want het is veel te heet. Gaan mijn goede ideeën? Mijn auto gaat dus... Mijn sleutel gaat er niet uit. Hij draait niet door. En ik heb dit dus wel eens eerder gehad. Maar uiteindelijk gaat het altijd. En nu ben ik dus echt al een kwartier aan het proberen. Lock, ak, on start. Dat gaat gewoon niet. Zo vervelend. Hazel, ja, dan rij je maar hier naar huis toe. En dan ga maar hier boodschappen doen. Dan haal ik hem er misschien uit. Maar ik kan hier niet tegen. Ik heb echt al zo vaak mijn auto opnieuw gestart. Weet je hoe slecht dat is voor je auto? Nou, waarom ook dat ik zo lekker alles zo goed verloopt, gaat er altijd iets mis. Dan mocht jij van je vader? En niks. Oké, ik heb echt super veel boodschap gedaan. Sla, paprika, aardbeien. Naakte man in beeld. Limoen. Perziken. De stem begint toch steeds meer weg te gaan. Avocado. Shallotjes. Olijven. Knoflook. Selderij, bosui, gember en garnalen. En als laatste, lekkere komkommertjes. Daar ga ik dan mijn salade aan maken. Dus kijk, het zijn kipnuggets, maar dan dino nuggets. Zonder kip, vegetarisch. Dus ze schijnen heel lekker te zijn. Maar ik denk dat er soja in zit, dus ik ga ze niet eten. Maar het is wel echt heel leuk. Salade. Precies, ja, ik ken dat. Hier, neem maar. Een soort muisje. Ze zijn nog best groot voor een mini komkommer, vind ik. Oh ja, dat is wel handig als het al gepeld is. Kijk, ik heb hier heel veel fijn gesneden shallot en gember en bosui. En ik ga er limoen bij doen en nog knoflook. En ja, ik doe maar wat eigenlijk voor de dressing. Cooking show. Kijk, maar dit is, nu als dressing is het veel te heftig. Het is ook veel te veel. Er zit er limoen bij en rauwe knoflook. Dit is volgens mij zo lekker om je garnalen in te bakken. Meestal hak jij mijn voorhoofd eraf. Ja. Oh, goed van je. Dankjewel. Kijk hoe lekker. Yummy. Nam nam nam. Kom, pushy. Dat vind jij heel lekker. Nee, hier. Joejoe, aarsje. Weet je nog? Na 35 ging ik altijd met jouw garnalen eten. Pushy. Hier. Kom maar lekker opeten, Pushy. Kijk hoe lekker. En heb ik voor hun ook nog vlees erop. Wow, lekker. De vinaigrette. Hij is er lekker aan het choppen. Eindelijk kom je hallo zeggen, hè? Eindelijk kom je hallo zeggen. Naar mij, no. Nou, ook bij mij. Pushy, ken je mij? Ik was jouw moeder vroeger. Super. Ja. Hallo jongens. Lekker geslapen, we gingen lekker vroeg op tijd naar bed. En nu zit ik heerlijk, zitten we heerlijk in de zon. Al 2 uurtjes of zo, dat we echt denken, oh, we hadden niet eens een boot hoeven huren, het is hier zo lekker. En mijn stem is wel een beetje weg. Maar het doet iets minder pijn, dus dat is fijn. En we hebben dus voor 3 uurtjes een bootje gehuurd. Ze hadden geen sloep meer, dus zo'n motorbootje. Express een uurtje langer. Oh, het is hier helemaal... toch een soort blauwe plek. Waar is de poes? De poes dist me echt. Maar dan dachten we, dan kunnen we ook eventjes van de boot af in Leiden. Hoe lekker. En ik heb voor het eerst weer zo'n kort rokje aan en zo. Dat je denkt, oh, het is echt lekker weer. En dit is wel echt een heel lekker terras natuurlijk. Ik geniet wel echt van mijn balkon, maar dit is wel even next level weer. Hoe lekker je hier gewoon helemaal kan liggen. Dit is wel ultimate chilling hoor. Heerlijke set is dit toch? Maar waar is Poesie? Poesie. Poesie die doet echt helemaal haar eigen ding. Ik zit alleen maar te denken, moet ze dan wel of niet naar mij toe? Want aan de ene kant
Ja, heeft ze dan meer aandacht? Maar aan de andere kant heeft ze hier meer buitenruimte. Maar ze is alleen maar obsessed met de kat van de buren zoeken. Dat is het enige wat ze de hele dag doet. Dus dan denk ik, ja, het is ook wel weer goed voor haar om misschien... als die kat er niet meer is. Want ja, een soort verslaving is het bijna. Ze is alleen maar, als het buiten is, alleen maar aan het wachten de hele dag tot ze die poes kan zien. Terwijl, we hebben haar geadopteerd omdat ze niet met andere katten samen kon. Dat ging gewoon niet. Dus een maatje erbij of zo is ook niet echt het juiste voor haar, denk ik. Je kent het rokje nog, dus het is echt het rokje dat ik aantrek als het weer mooi weer wordt. Mijn slippertjes. We zijn bijna bij de boot. Kijk, een superleuke edelsteen. Armband. Bij de AC Tion. Zo, het duurt lang omdat we allemaal moeten wachten op die renners. En hij heeft lekkere snackjes gekocht. We hebben 4 uur de boot. Leuk, hè? Je krijgt dus dan de edelsteen en deze. Here we go! Blote man tegenover me. Blote man, blote man. Helaas kunnen jullie niet van het beeld genieten. Eeuw, wat voor dood vliegje. Showball. Kijk, we hebben allemaal lekkere snacks. Aardbeien, watermeloen, yoghurtjes, ijsblokjes weer lekker. Wijntjes, yummy. We zijn weer lekker in Leiden. Hou van Leiden. Kijk hoe druk het overal is. Het is zo lekker weer. Er is een marathon. Finish. Lekker schaduw. Het is echt gekkenhuis hier. Ijsjes. Heel goed stevig ijs. Ijspudding. Een lekker rustig stukje. Ik kwam een meisje tegen waar ik vroeger op musical school zat. Zo leuk, Janna. Maar wij scheelden echt 5 jaar. Zij was denk ik 12 of zo. Nu is ze 26, dus ik herkende haar helemaal niet. Terwijl ik een matje aan het halen was. Kijk, hier is tenminste een lekker sfeertje. Hij is lekker saxofoon aan het spelen. Heerlijk. Water is het allerlekkerste als het zo warm is. Het is strawberry. En een hoed. Dat is heel belangrijk, want ik werd helemaal dizzy. Chilling. Zonneroesje. Er afgespoeld, lekker lang gedoucht. Avocado-maskertje op. Avocado-maskertje op. Die een beetje prikt trouwens. Maar ik ben even lekker met een lichte scrub, een beetje gescrubt. Heerlijk mijn haar gewassen. Masker. Ik doe altijd een masker na het wassen.
helemaal lekker schoon voor morgen. Ik dacht, ik kan ook morgen douchen, maar dan moet ik dinsdagochtend voor de inspectie mijn haar doen en zo. Niet chill, dus dan kan ik morgenochtend mijn haar doen. En ik ga lekker op de bank ploffen met een grote pot gemberthee, dat ik lekker veel drink. Ik ga Maxima kijken, want die heb ik gisteren niet gekeken. En dan lekker, ja, een beetje me-time. Ja, ik moet die les eigenlijk nog doen, maar we hebben hem al voorbereid. Dus morgen, ik denk dat ik het gewoon lekker morgen ga doen. Komt wel goed. Ik had trouwens met mijn bonusdochter bij de Action hele leuke edelsteenarmbandjes gespoeld. Dus ik had vandaag ook één om. Maar dit is nog met Black Onyx. Magnesit. Tijgeroog. En heel leuk, dit manicure setje. Dus ik denk dat ik dit lekker op de bank ga doen. Sugar scrub, allemaal voor je handen. Eerst met een suikerscrubje, dan een handmaskertje, dan een massage butter en dan een cuticle cream. Mijn nagels zitten nog helemaal goed, zoals je kan zien. Ik ben er echt heel blij mee. Het blijft zo goed zitten. Ik heb alleen vaak zin om het er eerder af te halen, omdat ik dan weer wat nieuws wil. Ik heb net ook hele leuke Instagram foto's geplaatst. Dus als je me daar volgt en vindt het leuk, like het even. En als je me niet volgt, ga me even volgen. Volgens mij volgen heel veel van jullie me wel. Ik denk dat jullie het wel leuk vinden om dit nog even te zien misschien. Maar daar heb ik geen zin in. Ik zal hem even openmaken. Wow, heel uitgebreid. Kijk hoe leuk. Kijk hoe cute. Van de Action dus. Ik was met mijn bonusdochter nog op zoek naar wat leuks voor moederdag voor haar. Voor haar moeder. En toen zagen we dit. Te leuk. Soms heeft de Action echt fantastische dingen. Het is ook op basis van suiker. Dus ja, je kan wel raden wat er een beetje in zit. Maar ik vind dit echt bizar wat je krijgt. De Action is zo goedkoop. Deze dus ook van de Action. Nog geen 3 euro. En ik was trouwens ook door mijn bonusdochter geïnfluenced. Zo grappig. Ik vind het zo leuk. Nu ze ouder wordt, dan zit ze helemaal van... zullen we samen onze skincare doen en zo. En dan is ze helemaal van de skincare. En toen ik daar nog woonde, had ze dat nog helemaal niet zo erg. Dan zei ik altijd, wil je dit? Nee, hoeft niet. Wil je dit? Nee, nu zeg ik... Nu zegt ze, oh mijn god, heb je nog dingen voor mij? Dus ik zei, ja, als je hier bij mij bent, dan heb ik nog wel wat lekkere spulletjes voor je. Maar dit kost echt een euro bij de Action. Het is gewoon gezichtsschuim. Misschien niet het allerbeste, maar het werd er wel een beetje droog van. Maar wel, het voelde wel schoon. Maar er zit hier dus zo'n brush op. Dus je spuit en dan komt hier schuim uit en dan doe je zo. Dus we stonden gisteravond zo lekker met z'n tweeën dat te doen. Dat is toch geweldig. Voor kinderen en jonge meiden vind ik het sowieso fantastisch. Voor onbetaalbare prijzen daar dingen kunnen scoren. En vaak zijn het echt hartstikke prima dingen. Oké, ik doe lekker mijn chillpakje aan. Ik ga denk ik de vlog gewoon lekker afsluiten. Ik vind het wel mooi geweest. Ik heb heel erg mijn best voor jullie gedaan deze week. Om ondanks dat ik ziek was en veel heb gewerkt, toch content te maken. Dus ik zou het heel erg waarderen als je dan ook echt even een reactie achterlaat en een like. Want dat helpt me heel erg. Misschien is de vlog niet lang, maar ik heb echt, zoals je kunt zien, zo erg mijn best gedaan. Ieder moment dacht ik, moet content hebben, ik moet content hebben, ik moet content hebben. Dus met veel liefde gedaan, maar ik hoop dat jullie het waarderen. Ik denk dat ik me morgen wel weer lekker fresh voel. En ik zie jullie volgende week weer. Bye!